Hard trainen is super belangrijk. Misschien heb je ooit al gehoord van het begrip supercompensatie. Hoe je het best kan rusten en hoeveel dat eigenlijk nodig is na een bepaalde training, dat gaan we in deze video verder uitleggen. Ja, we gaan eraan beginnen. Enerzijds heb je je training. Daarmee ga je eigenlijk een vermoeidheid, ga je afbreuk van je lichaam doen. En anderzijds heb je dan het herstel, waarbij dat je eigenlijk kan terug naar jezelfde basisniveau komen. En als het een beetje mee zit, zelf beter dan voordien. Als je dat natuurlijk keer op keer op keer kunt gaan doen op een positieve manier, dan zijn we goed bezig, want dan zijn we conditie aan het opbouwen. Dus enerzijds heb je spierschade, waarbij dat er heel kleine scheurtjes in je spieren ontstaan. Dan heb je een ontstekingsniveau. En de ontsteking is eigenlijk onderdeel van je trainingsproces, dus dat is niet altijd slecht. En anderzijds, onderdeel van je herstel is het aanvullen van je glycogeen of je koolhydraatreserves. En dat vraagt nu eenmaal tijd. Na training gaan we ook altijd ons immuunsysteem een klein beetje gaan onderdrukken, gaan we net iets meer gaan belasten. En daarom is herstel ook super belangrijk om te zorgen dat we niet ziek worden, dat we voldoende ruimte geven aan dat immuunsysteem om terug aan te sterken. Weet je nou niet hoe lang dat je moet herstellen van een bepaalde training? Dan is een mooie richtlijn voor een duurtraining, als je die echt goed uitvoert. Mocht je nou niet weten hoe dat je die moet doen, klik dan even op deze video. Dan ben je normaal gezien binnen de dag hersteld. Dan kan je de volgende dag perfect terug op pad gaan. Doe je een intervaltraining, afhankelijk van het type en afhankelijk van hoe belastend het is, kan het tot 72 uur duren voordat je volledig hersteld bent. Wat dat goed is voor 3 dagen lang. Het is niet altijd nodig om te wachten totdat je volledig hersteld bent, om opnieuw op de fiets te springen. Soms kan je heel bewust een overload gaan geven om net iets meer te gaan het lichaam belasten, een prikkel te gaan geven. Dus je mag zeker en vast, voordat je volledig hersteld bent, ook wel een nieuwe trainingsprikkel inlassen. Ook met spierpijn kan je een training doen. Zeker op het vlak van fietsen. Bij lopen is dat net iets moeilijker. Maar het is dan ook belangrijk om de intensiteit een klein beetje te gaan aanpassen. Dat je niet tot een overload komt die niet meer functioneel is. Dus het is altijd een klein beetje de balans tussen belasting en belastbaarheid. En zorgen dat we niet in de blessure of in de zieke zone terechtkomen. Het opvolgen van training en herstel is super makkelijk met een Garmin horloge. Ook na je training krijg je op de Garmin al een hersteltijd terug. Als je die parameters allemaal mooi kan opvolgen, dan kan je bijvoorbeeld meer dan 4 of 5 slagen verschil in je ochtendpuls, is al een indicatie dat het lichaam niet volledig hersteld is. En misschien moeten we dan net iets meer extra ruimte inlaten voor herstel. Normale ochtendpuls zal bij een topatleet zal die tussen de 30 à 35 zijn. Bij een normaal getrainde recreant zal die eerder 55 à 60 slagen per minuut zijn. Je merkt dat je niet volledig hersteld bent wanneer die ochtendpuls plots 5 à 10 slagen hoger is dan de baseline. Dus het is super belangrijk om dat over een langere periode te gaan opvolgen, dat je een klein beetje een gevoel krijgt voor je lichaam. En vaak kan je dan eigenlijk de waardes uit je uurwerk kan je dan eigenlijk leggen naast je gevoel. En daarbij ga je dan wel vertellen van oké, vandaag is de dag dat ik klaar ben voor de volgende trainingsprikkel of ik moet een extra rustmoment inlassen. Zo, om onze herstel echt actief te gaan versnellen, kunnen we ook een actieve rustdag inplannen, een koffierondje maken. Kunnen we nog rekken en strekken, wat yoga, ademhalingsoefeningen. Maar het belangrijkste blijft slaap. Zorgen dat we een mooie slaaproutine hebben, aangevuld met een gezond eetpatroon die voldoende koolhydraten voorziet, maar ook voldoende drinken, zodanig dat ons lichaam mooi gehydrateerd is. Een minimum aan slaap dat we nodig hebben is toch wel een 6-tal uur per nacht. Maar willen we dat optimaliseren, dan is 8 à 9 uur slaap per nacht wel de moeite. En misschien wel de leukste manier om het herstel te gaan bevorderen is een massage. Zowel fysiek als mentaal is zeker de moeite om even volledig te ontspannen op de massagetafel. Heb je nou alles van herstel heel goed gedaan, dan komt eigenlijk het moment dat we uit ons putje na de training aan het herstellen zijn, dat we terug naar ons baseline niveau groeien. En zelf een beetje erboven, dat we eigenlijk supercompensatie, dat we een hoger niveau bereiken dan voor de training. En als we dat keer op keer op keer kunnen laten doorgaan, dan hebben we een positieve spiraal. Het gevaar zit natuurlijk dat we net iets te vroeg of iets te hard gaan trainen en dat we daarbij een negatieve spiraal in gang zetten. En daarom is het super belangrijk om de herstelparameters te blijven monitoren om de supercompensatie maximaal zijn werk te laten doen. Heb jij nou heel goede tips om het herstel te gaan bevorderen? Laat ze dan zeker weten in de comments en abonneer zeker op ons kanaal. Doei!